died like a dog. We komen bij het laatste jaaroverzicht van 2019. Wie in het zesde zit, kijkt er nu al naar uit om naar de middelbare school te gaan. Dat is spannend. Maar voor de zesdejaars in Brussel is het niet alleen spannend, maar ook een beetje stressy. Want in Brussel kan je niet zomaar naar de school van jouw keuze. Ik ga volgend jaar naar Koninklijke Atheneum Etterbeek. Ik ga volgend jaar naar Sint-Jozef in Woluwe. Ik weet nog niet naar waar ik ga volgend jaar. In Brussel weet 1 op de 4 kinderen uit het zesde leerjaar nog niet naar welke middelbare school ze gaan na de zomer. Sommige scholen zijn superpopulair en dus wordt er geloot. Maar voor Rosanne is er nergens plaats. Het is sowieso al een grote stap van de lagere school naar het middelbaar. En dan dat je niet weet waar je gaat terechtkomen, dat is echt niet leuk. Er kunnen nog plaatsen vrijkomen, want niet iedereen die een plaats heeft schrijft zich uiteindelijk ook in. Voor Rosanne is dat nog even bang afwachten, maar één ding is zeker, haar vrienden laten haar niet vallen. De strafste school 2019 is... Het einde gaat in Emre! ...22.000 leerlingen mogen in mei vroeger naar huis van school. Bij het politiekantoor van Westerlo wordt een brief achtergelaten waarop staat dat er een bom zou ontploffen in een school in Aarschot, Westerlo of Diest. Ongeveer 50 scholen van die gemeente willen geen enkel risico nemen en vragen aan alle leerlingen om de school te verlaten. Heel veel kinderen hadden heel veel bang en zo, dat er echt een bom lag en zo. En ze waren heel veel aan het panikeren en zo. De politie doorzoekt de scholen één voor één. Op geen enkele plaats wordt een bom gevonden. Het was dus gelukkig een vals alarm. Even later komt er alweer een valse bommelding. Deze keer in een school in Drongen. De politie kan niet lachen om deze grappen en zoekt uit wie erachter zit. Victor is 12, woont in Peru in Zuid-Amerika en gaat supergraag naar school. Maar die staat op instorten en thuis heeft Victor geen elektriciteit. Zijn huiswerk maakt hij buiten op straat onder een lantaarnpaal. Rijke zakenman uit het buitenland was ontroerd toen hij op sociale media beelden zag van Victor. Hij reisde naar Peru om een nieuw huis voor Victor te bouwen met elektriciteit. Feliz contento de que los chicos me estén apoyando a construir mi casita. Es humilde y nunca lo va a dejar de ser. Toen de zakenman zag dat Victor school op instorten stond, besloot hij ook om die helemaal te vernieuwen. De ouders van Laurent hebben enkele weken later een meningsverschil met de Unif en halen hem weg voor hij zijn diploma kan halen. Ik sta nu bij mijn school. Ik zie bijna niemand van mijn vrienden. De gangen zijn helemaal leeg. In Polen, een land in Oost-Europa, wordt er gestaakt. De scholen blijven dicht, want de leraars vragen meer loon omdat ze te weinig verdienen. In maart staken ook veel juffen en meesters in ons land. Ze vinden dat er te weinig leerkrachten zijn en dat ze te hard moeten werken. Veel scholen blijven gesloten, maar niet de Kringeling in Hever. De milkshake challenge is dat je met 3 of soms met 4 een beweging maakt. Telkens elk om de beurt eens tussen gaat of gewoon even wacht. Op een school in India kunnen kinderen dan weer gratis naar school in ruil voor plastic flessen. En dat werkt goed, want ten eerste kunnen heel veel kinderen op die manier naar school gaan. En ten tweede is er zo ook nog eens minder plastic afval. In 2019 was het oké om één dag in pyjama naar school te gaan of om ook 2 verschillende sokken te dragen. Maar wat in 2019 echt heel belangrijk was, dat was toch stipit. Wij gaan over in de stad 4 stippen zetten.
om aan mensen duidelijk te maken dat pesten niet oké is. Het virus verschijnt dit jaar niet enkel op handen van ketnetters, maar ook op gebouwen en pleinen in verschillende steden. Goedemorgen iedereen. In het zesde leerjaar van basisschool Sint-Jozef Coloma in Mechelen komt koningin Mathilde speciaal langs. Want de school doet er alles aan om een pestvrije school te zijn. We hebben ook nog een vraagje namens heel de school. Want we willen jou vier stippen op jouw hand laten zetten. Zou je dat oké vinden? Doe maar. Ik ben hier op deze school begonnen toen ik 16 was, in het vijfde middelbaar. Dus je komt terecht in een groep dat elkaar al 4 jaar kent. Dus ik heb het hier wel lastig gehad in het begin en de school heeft mij daar heel goed bij geholpen. We hebben een pyjama-feest en we doen dat om Junier te steunen. En hij kan er niet zijn omdat hij heel ziek is. Heel veel jongens en meisjes trokken met twee verschillende kousen naar school voor Wereld Down Dag. Om te laten zien dat iedereen een beetje anders is. Ook in de school van Guus, die zelf het syndroom van Down heeft. Niet één, niet twee, maar 12 tweelingen zitten er in de vrije basisschool Sint-Hubertus in Geel. En dat is echt heel bijzonder. Ja, je kunt dat zo tegenhouden, want hij heeft hier zo'n litteken en is tegen de poort gelopen.